Het verdient financieel niet veel, maar ja, ik verdien er cultureel veel aan. Wanneer is het begonnen dat je... Wanneer kwam de muziek erin geslopen eigenlijk? Eigenlijk is muziek eigenlijk al heel onze jeugd aanwezig geweest. Mijn broer is de drummer, dus er zitten twee broers. En thuis, mijn vader speelde klassieke gitaar en die maakte ook een beetje kleinkunst liederen. En wij gingen mee naar zijn optredens en zo verder. Hij deed al heel lokaal hoor, op uitnodiging en zo verder. Wij deden dan de belichting. Maar dat is altijd muziek geweest. Mijn vader zong ook vaak in de kerk en zo verder. En eigenlijk zijn mijn broer en ik samen beginnen gitaar spelen rond ons 14 jaar of zo. Toen Nirvana begon en zo verder. En waar hij weinig akkoorden moest leren, dat hij nog vlug kon leren. En ja, dan hebben we eigenlijk groepje na groepje gehad. Dus eigenlijk van mijn. Dat ik er echt serieus mee bezig was vanaf mijn 14 jaar of zo. Ja. Maar ik las dat je ouders wilden wel eigenlijk liever dat jullie gingen studeren dan muziek maken, klopt dat? Ja, maar ze waren niet tegen. In 2004 hebben we een grote wedstrijd gewonnen in België, Humo's Rock Rally. En dan hadden ze wel door van, die zijn precies wel goed bezig en we gaan ze steunen in hetgeen dat ze doen. Dus zolang dat we niet verwaand worden of dat we geen armoezaaiers worden en dat we ons leven gewoon kunnen leiden zonder op het verkeerde spoor te geraken, denk ik dat het wel goed is. Dat was eigenlijk gewoon meer dat ze aan het begin twijfelden of jullie wel zouden kunnen slagen erin. Ja, maar dat was ook totaal hun wereld niet. Die kennen weinig van popmuziek, die zijn eerder klassiek en kleinkunst gericht. Mijn pa heeft een paar platen van de Dire Straits en van 70s platen of zo, maar weinig popmuziek. Dus ik kende eigenlijk die wereld niet. En daarom was dat een beetje afwachten van wat gaat dat zijn. Ja. Maar mijn pa komt dan op bezoek en wij komen heel goed overeen met de vaste crew en zo verder. En hoe dat wij omgaan met het publiek en zo verder, ik vind dat dan fantastisch. Dus het is goedgekeurd. Ja. Ja. Ja, en zijn natuurlijk ook heel succesvol geworden. Ja. En elke Belgische band wil naar het buitenland. Ja. Jullie ook natuurlijk. Ja. Waarom zo nodig weg van het thuisland? Of tenminste, waarom ook in het buitenland beter gezegd? Ja, wel. Omdat dat een extra avontuur is in feite. En eigenlijk in België. We zeggen wel België, maar het is eigenlijk altijd Vlaanderen waarover dat we spreken. En dat is eigenlijk de helft van Nederland. Zo groot is dat maar. Dus je hebt het eigenlijk, je kunt rap carrière maken in België, maar dan zit je rap aan het plafond. En dan wil je precies nog meer bereiken. En het meer is dan gewoon verder rijden. Dus Nederland, Duitsland, Frankrijk. Dat proberen wij nu. En eigenlijk ook. Begin je aan muziek omdat je Amerikaanse cultuur de max vindt. Amerikaanse rock en pop vinden wij allemaal de max. En dat is ook internationaal dat wij dan muziek ervaren. En ik denk dat dat ook daarom is dat wij per se het niet lokaal willen houden, maar ook Europees willen denken. Ik denk dat dat daarom is. En heb je, als je naar andere Belgische bands kijkt, heb je dan iets, leer je iets van hun hoe het wel of juist niet moet? Ja, er wordt wel veel uitgewisseld. En iedereen weet dat het moeilijk is en dat het toeleven helemaal niet zo romantisch is als dat het in de hoofden van het publiek leeft. Maar ja, er zijn veel groepen, zoals Absent Minded bijvoorbeeld. Wij weten dat zij ook al heel lang geprobeerd hebben in het buitenland. En voor hen lukt het nu een beetje in Frankrijk. Dus ja, we zijn wel tevreden voor hen. En iedereen wisselt wel een beetje tips uit, van ja, misschien zo een keer proberen en een keer zo. Dus ja, wat is dan bijvoorbeeld zo'n tip? Bijvoorbeeld in Frankrijk is de tip dat je lokaal moet werken. Frankrijk is zodanig groot. Het is niet zoals Nederland en Vlaanderen, waar je bepaalde cultuurzenders hebt die eigenlijk over heel het land kunnen verspreid worden. Maar het is zeer lokaal en eigenlijk per district moet je eigenlijk proberen werken, zoiets. Ja, bijvoorbeeld een tip of bepaalde plaatsen waar je moet spelen of bepaalde mensen, dat ze zeggen van ja, die is belangrijk. Of bijvoorbeeld voor Nederland, probeer in de wereld eruit door te komen of zo. Dat is de tip. Dus iedereen probeert dat dan ook wel. Ja. Lukt het al, Cobain? Is het al? Heb je het al geprobeerd? Dat gaan we zien. Ja. Het zou lukken, maar ik kan dat niet
te vroeg kraaien. Dus, ja.